We staan hier in Duizel voor de Aventoren. En er gingen vroeger klokken in, zoals in elke Kempische toren. Maar die zijn in een oorlog geroofd door de bezetter. En in Duizel waren toch verschillende mensen die vonden dat toch maar niks, dat er in een toren geen klokken hingen. En toen hebben we gezorgd dat er klokken in een toren kwamen. We hebben 3 oude klokken gekocht in Helmond, gerenoveerd en die hebben we teruggeplotst hier in een toren. Dus nou hadden we 3 in plaats van 2. Toen hebben we die klokken in de toren gehesen, met die oude luidmotoren erbij. Op zich was dat een geweldige uitvinding, maar er is een hoop slijtage aan, want dat werkt allemaal mechanisch, elektrisch. Daar zie je de schakelkast. We zullen eens kijken of we deze motor een keer kunnen laten lopen. Dan kun je zien hoe dat voorheen ging. We zijn als bestuurders bij elkaar geweest en dan hadden we gedacht, als we nou toch moeten renoveren, zouden we het dan misschien ook meteen kunnen elektronisch kunnen maken. Dan zijn we van een hoop slijtage af en we hebben heel weinig onderhoud. Hier zien we dus het schakelmechanisme, waar al het oude mechanische vervangt. Deze is puur elektronica. Deze plus de motoren onder. Dat is allemaal compact, allemaal elektronisch. En het is zelfs zo dat we het op afstand kunnen bedienen. We hebben door een antenne gemaakt. En we hebben een handzender. En we kunnen nu de klokken op afstand bedienen. Dat geld dat ervoor nodig was, daar zijn we aangekomen via het coöperatieve dividend van de Rabobank. En zometeen gaan we zien hoe deze luidinstallatie officieel in gebruik wordt genomen. Graag heet ik jullie namens de Stichting Torenklokken van harte welkom. Ik hoop dat in ieder een stukje gebakje dat smaakt. Dan zal ik even uitleggen waarom dat wij hier bij elkaar gekomen zijn. Onze wens was vervuld. We hebben nu een moderne elektronische luidinstallatie. Bijna geen slijtage. 1/3 van de energiekosten en als klap op de vuurpijl hebben we een unicum voor de Kempen, want wij kunnen de gehele installatie op afstand bedienen. En nou wil ik de heer De Bruin uitnodigen om de klok te laten luiden. En dat kan nou wordt vanuit hier uit de smis. Even vasthouden. Ja, laat me los. Meneer Pastoor, wat vindt u van deze nieuwe aanwinst? Voor zover ik er verstand van heb, want dat gaat niet heel ver op dit gebied. Maar ik vind wel dat het praktisch heel gemakkelijk zal zijn bij uitvaarten en zo. Want dan willen we de mensen begeleiden het kerkhof onder klokkengelui. En dan gaat het er altijd over wanneer we daarin wel staan dat het dan ophoudt op tijd of dat het te vroeg ophoudt of te laat ophoudt. Maar dat kunnen we nou allemaal op afstand bedienen met dat nieuwe kastje. Hè? Ja. Ik denk dat we dan in Duizel weer voorop lopen ongeveer met deze installatie. Het gezelschap maakt een korte wandeling naar de Oude Toren. Rabobank de Kempen West maakt het mogelijk de luidinstallatie te renoveren. De plaquette wordt onthuld en het uiteindelijke bedrag wordt bekendgemaakt. Okay.